In de 15 jaar dat dit programma bestaat, was er geen andere zaak die nationaal en internationaal zoveel media-aandacht kreeg en nooit werd opgelost. Peter maakte over de verdwijning van Natalie Holloway een special waar meer dan 7 miljoen mensen naar keken, ging daarmee de hele wereld over, won een Emmy en het raadsel Joran van der Sloot bleef. Wie weet wat er gebeurd is met Natalie Holloway? Natalie Holloway went missing on a graduation trip in Aruba. She was last seen leaving a popular bar with then 17-year-old Joran van der Sloot. Hier op deze plek zijn Joran en Natalie door de twee Surinaamse broers in een Honda Civic afgezet. Her case ignited a media frenzy which failed to produce any real answers. Van der Sloot was never charged. Joran van der Sloot, the prime suspect, was such a sleaze. It was clear that he was not telling the truth. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries. In februari claimt hij de oplossing van de Natalie Holloway-zaak. This bombshell undercover video which shows Joran telling that Natalie Holloway died in his arms. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries heeft een Emmy Award gewonnen. Hij krijgt de belangrijke Amerikaanse televisieprijs voor de uitzending waarin Joran van der Sloot praat over de verdwijning van Natalie Holloway. I'd like to dedicate this special award to her missing daughter, Natalie. Wie moet er hier nu excuses aanbieden, Joran? Mij mag je overslaan. Hoe zit het met Natalie, haar moeder Beth? Eigenlijk letterlijk de halve wereld die bijna 3 jaar lang in de maling is genomen. Ja, Peter, denk je er nog eens aan? Ja, dat is onontkoombaar. Ik word daar nog veel mee geconfronteerd. Zelfs zoveel jaren na dato kreeg ik 2 weken geleden nog een verzoek van een Japanse tv-zender, of ze met een ploeg hier naartoe konden komen om nog eens het hele verhaal te vertellen. Mm-hmm. Dus het is iets wat wereldwijd nog steeds wel de aandacht trekt. Ook omdat het niet is opgelost. Nou ja, jij zegt dat het niet is opgelost. Daar denk ik iets anders wat over. Wat denk jij dan? Nou ja, kijk, Joran heeft bekend, opgebiecht, dat Natalie in zijn armen is gestorven en dat hij vervolgens het lichaam heeft weggewerkt in de oceaan rondom Aruba. Ik denk dat dat verhaal waar is. Maar hij heeft ook wel 4 andere versies van de verdwijning. Ja, nadat hij dit verteld heeft en toen dacht van, oh shit, nu heb ik een bekentenis gedaan op camera tegen een vriend die hij vertrouwde. Mm-hmm. In de setting van een auto waarbij hij dacht, nou eens 1-op-1, wordt altijd wel eens niet, dus ik kan dat ontkennen. Toen bleek dat was opgenomen. En toen is hij vervolgens met verzinsels gekomen in een poging om dat te neutraliseren. Hij dacht van, nou weet je wat, ik ga nu allemaal verhalen vertellen die niet waar zijn. Dan geloven ze dat verhaal waarschijnlijk ook niet. Maar ik moet daar wel bij aantekenen dat hij dit niet 1 keer in een opwelling tussen neus en lippen door heeft gezegd. Nee, hij heeft in 5 verschillende autoritten heeft hij hierover verklaard, uitvoerig. Ja. Tegen die man die hij als vriend beschouwde. Patrick van der Eem, hè? Patrick van der Eem. En dus dat is een consistent verhaal geweest, wat later ook nog eens wetenschappelijk is geanalyseerd door bekende professor Dr. Peter van Koppen en een paar andere wetenschappers die ook zeggen, nou, dit verhaal, dit is consistent. Wij achten dit betrouwbaar. De kans is buitengewoon groot dat dit het ware verhaal is. Nou, en dan is Natalie dus door zijn toedoen, nadat ze was overleden, gedumpt in de oceaan rondom Aruba. Als je 1 kilometer uit de kust vaart, is het daar 2000 meter diep. Het water is tussen de 28 en 32 graden warm. Een lichaam ontbindt daar in dat warme water binnen een mum van tijd. Daar kan je bijna bij staan dat het gebeurt. En dat wordt dus nooit teruggevonden. Maar hij is er ook nooit voor veroordeeld. Hij is er niet voor veroordeeld, omdat hij heeft dus niet bekend, ik heb haar vermoord. Nee. Hij heeft bekend, ze is in mijn armen overleden. Mm. En waar dat door gebeurd is, ja, dat is een beetje een mysterie. Hij heeft niet gezegd, ik heb haar gewurgd. Of hij is er niet voor veroordeeld. Het was, ik zal niet zeggen, je levenswerk. Nee, het enige wat hem verweten kon worden op basis van wat hij gezegd heeft, is dat hij een stoffelijk overschot heeft verdonkeren maand. En dat is een delict in het Nederlandse strafrecht waar niet eens voorlopige hechtenis op staat. Maar het mysterie van wat is er met Natalie gebeurd, die verdwenen was, ja, dat is in mijn optiek opgelost. Ze was met hem, hij heeft daar altijd over gelogen. Hij heeft verteld hoe dat is gegaan. Hij heeft gezegd, ze is in mijn armen overleden. Hij deed nog voor ook
hoe ze zat te shaken toen dat voor dat gebeurde. En hij heeft haar lichaam weggewerkt. En het is natuurlijk voor Beth Holloway, de moeder van Natalie, heel tragisch en naar dat ze haar dochter nooit heeft kunnen thuisbrengen. Dat ze die niet heeft kunnen begraven. Heb je daar nog contact mee eigenlijk? Ja, daar heb ik nog altijd veel contact mee. Ja. Want deze zaak, daar werk je niet meer aan. Hier is niks meer te halen, hè? Nou, er is niet veel meer te halen, nee. Het enige is nog dat Joran dus nu in Peru in de gevangenis zit, tot 28 jaar veroordeeld is wegens de moord op een ander meisje, wat wel is vastgesteld en bewezen. En er wacht hem nog een uitlevering aan de Verenigde Staten als hij ooit loskomt in Peru. Omdat hij in al zijn gewetenloosheid nog geprobeerd heeft Beth Holloway af te persen met een verzonnen verhaal. Haar geld afhandig heeft gemaakt en er toen vandoor is gegaan. Hij heeft toch ook gezegd, ik wil niet naar Amerika uitgeleverd worden. Ik ga liever in Nederland naar de gevangenis. En in ruil daarvoor ga ik het hele verhaal een keer vertellen. Ja, hij heeft telkens van dat soort verhalen inderdaad wel opgehangen. Maar tot op heden is dat nooit concreet geworden. Wat is jouw analyse er eigenlijk over? Want als hij zeg maar niet echt schuld heeft aan de dood van Natalie, maar haar niet geholpen heeft en het lichaam heeft verdonken gemaakt, hoe... Dat lijkt verschrikkelijk, maar ik bedoel, dan heeft hij niet bewust iemand vermoord. Maar dan is hij daarna dus een meisje. Dus een meisje vermoord. Is het raar in zijn hoofd? Heeft hij een slag gemaakt? Snap je? Ja, Joran is wel een van de personen die ik in mijn misdaadcarrière ben tegengekomen, waarvan ik zeg, ja, dit is wel een hele zonderlinge jongen en in mijn ogen echt een gewetenloze man. En daarvan, ik ben heel wat mensen tegengekomen in mijn leven die hele nare, slechte dingen hebben gedaan. Maar vaak zie ik daar ook nog wel weer iets menselijks in. Maar ik vind hem in hoge mate gewetenloos. Even kijken, dit is allemaal televisiegeschiedenis ook een beetje. Jij zat bij Pauw en Witteman. Dit was eigenlijk een paar weken voordat jij je grote uitzending had. Ja. Daar wisten wij toen nog niet zoveel van. Nee. Jij natuurlijk wel. Ja. Je zit daar met de ouders en Joran van der Sloot aan tafel. Hij was toen vrij. Hij ontkende van alles en nog wat. Jij wist natuurlijk al wat je wist. Je had die banden met Patrick van der Ellen. Gedeeltelijk, had je al gezien. Dus je zat daar met een bepaalde voorkennis die niemand daar aan tafel wist. En dit liep, je zou kunnen zeggen, uit de hand. Laten we maar even kijken. Waarom heb je met elkaar afgesproken? Laten we allemaal een verhaal fantaseren, namelijk deze. Ja, waarom dat verhaal? Ik was gewoon geschrokken op dat moment dat die ouders stonden in één keer voor ons huis. Kan je toch gewoon de waarheid vertellen als er niks gebeurd is? Hoef je toch niet te liegen? Maar wat is het wat jou triggert dat je denkt? Nou, wat mij triggert is natuurlijk dat Joran op een aantal punten gewoon keihard heeft gelogen. Terwijl het nut daarvan in mijn ogen ontbreekt. En hij heeft daar geen heldere verklaring over afgelegd. En als er ooit wel duidelijkheid komt wat er is gebeurd en het blijkt dat u fout bent, biedt u ook uw excuses aan? Bent u daar ook man genoeg voor? Wat dacht jij? Denk het niet. Nee? Nou, dat heb je goed opgezet. Ja. Nou, niet. Wil je nog meer water? Eerst meer. Meer. Ik moet stromend water hebben. Hier om de hoek is stromend water. Kom maar even. Ja, dit was toen. Ja. Dit was nogal wat. Later kwam er nog veel meer. Namelijk een uitzending waar 7,1 miljoen mensen naar keken. En de Emmys en een triomftocht over de wereld. Is dit nou jouw grote werk eigenlijk? Deze zaak? Nee. Nee, vind ik zelf niet. Ik word er wel ongelooflijk veel op aangesproken. En eerlijk gezegd irriteert me dat soms wel eens een beetje. Omdat ik vind dat er eigenlijk ook andere zaken zijn die misschien... zijn eigenlijk allemaal even belangrijk. Maar dit is een zaak geweest die eigenlijk betrekkelijk snel en op een eenvoudige manier door ons gemaakt is. Maar die natuurlijk wel heel veel exposure heeft gekregen. Maar als ik bijvoorbeeld terugdenk aan een Puttense moordzaak, waar ik 7 jaar aan heb gewerkt, de moord op Marianne Vaatstra. En zo zijn er nog een aantal zaken. Dan is dit niet de zaak waar ik zelf meteen aan terugdenk. Dankjewel. Ja. Muzika! Zeg me, waarom doe jij zo boos in? Zeg me,
zo kozelig en bozig? Is het soms omdat het volk nou eenmaal hel en reuring wil? Is het soms omdat je woedend wordt van elke crimineel? Ik geloof wel dat je goed bedoelt en bol staat van fatsoen. Maar hoe jij inhakte op Sonja Barend, had je echt voor mij niet hoeven doen. Zeg me, zeg me, zeg me, zeg me, zeg me, waarom ben jij zo boos? Henny kijkt Peter aan, Peter kijkt Henny aan. Ze bijna hoor en wederhoor. Wat zeg je? Bijna hoor en wederhoor. Ja. Ja, dat moeten we eigenlijk toepassen. Waarom ben je zo bozig? Nou ja, laat hij maar eerst eens zeggen waarom hij dat vindt dan. Ja, dat wil ik. Ik zag die uitzending met Sonja Barend. En die had 20 jaar geleden iets niet helemaal goed gedaan. En 20 jaar geleden, maar met goede bedoelingen, geen slechte bedoelingen. En toen ging jij, jij viel haar aan daarop. En ik denk dat dat, zeg maar, vanuit jouw métier ook wel, dat je daar goede redenen voor had. Maar je hield niet op. En je bleef van pokken, pokken, pokken. En dan dacht ik, oh, die arme vrouw. En nog een keer, en nog een keer, en nog een keer. En toen dacht ik, nee. Nou, volgens mij heb je dan een paar herhalingen gezien. Nou, ik hoop het, Peter. Ik hoop het. Zit daar bij later?